Ik bedoel, ik heb nog nooit gehad dat iedereen naar Diederik Gommers luistert. Ik bedoel, dat doen ze thuis zelfs niet. Dus. Hallo allemaal. Voor 3FM Serious Request Lifeline gaan we weer aan de wandel om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Dit jaar om medische hulpverleners te ondersteunen en te ontlasten en het coronavirus tegen te gaan. Als goede training ga ik met mensen wandelen die in het afgelopen jaar op verschillende manieren zijn geraakt door de coronacrisis. In deze aflevering doe ik een blokje om met IC-arts en Instagram-hit Diederik Gommers. Diederik, het park naast het ziekenhuis. Ja, prachtige plek zo midden in de stad. Ja, en ook rustgevend, ja. Los van de bladblazers op de achtergrond. Ik wil heel graag even naar jouw dagen, want we zitten nu in de tweede coronagolf. En ik ben heel benieuwd hoe het leven van de IC-arts eruit ziet in een pandemie. Nu met die tweede golf is het wel voor mij als voorzitter iets rustiger dan de eerste golf. En dus heb ik gewoon af en toe weer een week zaaldienst. Dus vorige week had ik de hele week dat je gewoon met een assistent voor een aantal IC-patiënten zorgt. En dat is eigenlijk ook nog te leuk. Ja, want je bent heel veel op tv te zien, maar je zei net ook al, ik ben in essentie een dokter. Ja. Ja, en dat merk je heel erg. Dus als ik dan vorige week dienst heb, dan belden ze continu van wil je toch even op televisie of dat. En dan zeg ik nee, ik heb deze week zaaldienst. Want als ik dan s'avonds op televisie moet en ik ben pas om 12:30, 1:00 thuis. Ja, dan kan ik niet 's ochtends om 6:00 alweer naast mijn bed staan en goede zorg leveren. Dus die eerste 2 maanden, ja, je zat gewoon in een flow om het probleem te tackelen. En ik had echt zoiets van jongens, dit gaan we met elkaar voor elkaar krijgen. Het gaat ons niet gebeuren dat we te weinig intensive care bedden hebben. En het gaat ons niet gebeuren dat we in Nederland deze zorg niet kunnen leveren. Was dat ook jouw eer te na? Ja. Ja, zo ben ik. Ja. Dan ben ik een ontzettende feller. En het zal en moet lukken. Terwijl het eigenlijk een beetje contrasteert met ook hoe je hier nu weer loopt. En ook hoe je je tv-optredens doet. Want je wordt juist geprezen om je rust. En ook om je duidelijkheid. Want je merkt ook aan alles hoe je hier nu weer aan het praten bent. Dat je geen politicus bent. Je bent gewoon, je houdt niks achter. Nee. Dat is heel fijn. Maar je zegt, ik ben fel. Maar je hebt ook heel veel rust. Ja, maar ik heb daarover nagedacht, omdat jullie dat zo zeiden. Want ik ben helemaal niet rustig. Ik ben de media nu, ik ben jullie. Ja, okay. Want ik ben helemaal niet rustig. Ik ben heel onrustig. En bedoel, dat is ook nu een beetje naar uiting gekomen als ik in een hockeyveld sta. Ik wil winnen en het moet me lukken. Als ik er nu bij betrokken ben en ik voelde me een beetje verantwoordelijk, dat gaat niet zo zijn dat het ons niet lukt. Maar ja, dan haal ik ook alles uit de kast wat in me zit. Maar is het gelukt? Nou ja. Toen de tijd dat we... Want er zijn mensen naar Duitsland gegaan. Ja, maar we hebben wel... We hebben echt gezwijnd. Hè. Ik bedoel, die laatste week, 9 april, was het maximum. Ja. Maar als we daar nog door waren gegroeid, hadden we echt op een gegeven moment te weinig bedden gehad. En dat kun je gewoon niet voorstellen dat je in zo'n welvarend land woont. En dat je dan gewoon niet voor elkaar krijgt. En dat was ook de reacties ook binnen de politiek. Ja, maar dan bestellen we toch wat en dan kopen we toch wat. We zaten echt in de bol.com-modus. Mooi. Ik bedoel, alles, je denkt echt, oh ja, maar we hebben genoeg geld. Dan bestellen we het gewoon en dan is het er morgen of volgende week. Ja, en dat werkte in maart niet. Dus ons veilig gevoel was weg. Lijkt me ook wel frustrerend. Ja, vreselijk. Zeker voor iemand die altijd wil winnen. Ja, ja. Nou, was het ook. Ja, nou ja, en ook nu heb je weer vuur als je hier met mij door het park loopt. Die eerste crisistijd zei je van Frank, het was toen soms zo druk, ging ik ook in dit park lopen. En dan liep je uiteindelijk naar het water. Ja. Klopt het dat het daar achter die dijk is? Ja. Wat deed je daar dan? Af en toe dacht je van in welke rare film ben ik terechtgekomen. En ja, bedoel, ik rende van hot naar haar. Maar je merkte ook dat mensen die niet in de gezondheidszorg zat, en ik zat toen in die eerste golf dicht tegen het kabinet, ja, had je af en toe het idee dat je bijna aan het meebesturen was. En dat is natuurlijk niet zo. Zij nemen uiteindelijk de besluiten. Maar je hoorde soms de letterlijke teksten in die persconferenties. In die persconferenties. En toen dacht ik, jemig. En dat gaf je af en toe zo'n raar gevoel dat je af en toe echt dat gebouw uit moest. Ik moest dan echt naar buiten en dan even gewoon nadenken van jongens, welke film ben ik beland en zie ik het nog goed? Diederik, eet smakelijk, drink smakelijk. We hebben het al een paar keer gehad over die tv-optredens. En wij liepen net door het park, zijn hier even gaan zitten. En je ziet mensen kijken de hele tijd. Hè? De hele tijd. Hoe is dat? Nou, ik heb er geen last meer van. Want ik bedoel, in het begin let je er nog op. En nu denk je van, ja, zolang ik er geen last van heb. En de meeste mensen zijn positief. Hè? Ja. Ik bedoel, het steken vaak een duimpje op. Of
iets van herkenning of u doet het goed. Ja, dat is ook prima. Ik heb een paar klopte datjes meegenomen. Klopt het dat je heel erg houdt van tuinieren? Of ik ervan houd, is eigenlijk niet goed, maar het is voor mij wel de methode om mijn hoofd leeg te krijgen. En zijn het dan alleen coronazorgen die als sneeuw voor de zon moeten verdwijnen tijdens het tuinieren? Of is het ja, meer... de laatste maanden absoluut. Bij mij, als ik wakker word of als ik tussendoor uit mijn slaap wakker word, dan gaat het over corona. Klopt het dat u de droom heeft om minister-president van Nederland te worden? Nee, ja, ik vind het wel mooi om mee te denken over grote onderwerpen. Maar hoe langer ik het nu doe, ik merk wel, ik ben wel echt dokter. Ik en waar ben merk gewoon je dat arts. Dan in? Ja, ik bedoel, ik zeg overal ja tegen. Ik ga uit van de goede dingen. Als mensen, sommige mensen worden heel boos of iets, die complotdenkers. Dan denk ik, jongens, wat doe je allemaal? Wat zonde van je energie en van je tijd. Dus ik heb dan eigenlijk nog de neiging om die mensen te gaan helpen en in discussie te gaan, maar dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Instagram is natuurlijk ook een nieuw hoofdstuk in je leven. Klopt het dat uw zoon het vreselijk vond dat u een Instagram-account had aangemaakt? Ja. Ja, want hij dacht dat hij een stuk van zijn privacy ging verliezen. Hoe oud is jouw zoon? 19. Ja, nee, dan wil je niet dat je dat nee, je dan wil je vader echt gaan. Niet. En toen hadden we de deal ook. En toen zei ik van, oké, maar als ik niet boven de 100.000 volgers kom, dan stop ik ermee. Goed. Ja, dat was alleen binnen een dag, geloof ik. Dus toen had ik gewonnen. Dus toen zei ik ook tegen hem, ja, ik zeg nou, want we hadden een deal. Ja, ik vind het heel leuk om te zien. Ja? En het is wel, je spreekt mijn doelgroep en zeker de doelgroep daaronder. Daar wel echt mee aan. Dus ik wil bij deze wel vragen of je er mee door wil gaan. Ook na de tweede dan moet je me wel tips geven wat ik dan af en toe bedoel. Tuurlijk. Ja, en daarbij heb je natuurlijk Femke Louise nog. Spreek je die überhaupt nog eens? Nee. Sinds dat zij een nieuw management heeft. Och. We hadden echt het idee om het samen te doen. Ja. Om die vragen samen te beantwoorden. Dus we hebben haar wel benaderd toen. Maar toen kreeg ze een nieuw management. En toen hebben ze een andere weg ingeslagen. En zo dat is ook prima. De tweede golf lijkt op haar einde. Het gaat de goede kant op. Dus het geeft een goed gevoel dat het gedrag van de Nederlanders, dat het dan toch weer met elkaar, dat het gaat dalen. Alleen vind ik, afgelopen week zitten we in een soort plateau. En dat is wat je nu merkt, hoe belangrijk woorden en een uitdrukking. Ik vond dat Rutte afgelopen vrijdag dan te positief is. Ja, maar dat zit in ons. Hè. We willen heel erg positief. Maar als ik de film terugdraai en naar mezelf kijk, denk ik altijd, we waren altijd iets te positief. We waren eigenlijk altijd een week te laat. Bij mij gaat het er niet om of we een gezellige kerst hebben. Nee. Bij mij gaat het erom, doen we de juiste dingen en geven wij de juiste adviezen, zodat het kabinet de juiste beslissingen kan nemen. Als medicus? Ja. Maar als Diederik Gommers? Ben ik een ontzettend positief ingesteld iemand. En dan zou ik het liefste zeggen, jongens, we gaan feesten. Er wordt wel waarde aan jouw mening gehecht. Ja, maar dat is toch gek? Nou, ja, en ook weer niet. Want dit is je vakgebied. Kijk, als ik het ga lopen roepen, ik ben radio-dj. En als ik ga zeggen, nou, we moeten de IC-bedden opschalen en we moeten beademingsapparatuur komen, denkt iedereen, ja, doeg. Maar het is jouw professie. Ja. Dus je mag daar ook wel trots op zijn. Jawel, ja, absoluut. Maar het is mooi en dergelijk. Maar ik ben nog nooit in zo'n omstandigheid geweest. Nee. Hè? Ik heb nog nooit gehad dat iedereen naar Diederik Gommers luistert. Dat doen ze thuis zelfs niet. Dus. We hebben het over de eerste golf gehad, Diederik. Een beetje ook over de tweede golf. Is er nog een duidelijk verschil tussen die twee? Qua hoe jouw dagen eruit zien? Ja, in de eerste golf zat ik veel dichterop. Was ik ook veel meer bij het kabinet en hun uitleg aan het geven over intensive care en wat er allemaal gebeurde. Bij de tweede golf zijn we veel beter voorbereid. Maar er gebeurt nu iets anders eigenlijk. We zien eigenlijk dat we hebben ons heel goed voorbereid dat alle apparatuur, mondkapjes, schorten, alles is er. Dat is goed aangeschaft. Maar we hebben nog steeds afhankelijk van diezelfde verpleegkundigen. Ja. En dat gaat nu moeizamer. Zij krijgen een soort herbeleving van die eerste golf. En we zien, omdat je ook die reguliere zorg in stand wil houden, dat het veel moeilijker is om nu het aantal operationele bedden, dus daar waar verpleegkundigen ook zijn, om die in gebruik te nemen. En we lopen eigenlijk heel snel vast. Dus die verpleegkundigen die moeten eigenlijk alleen maar harder werken en meer werken. Maar bij hun doet het ook iets in die herbeleving. Ja. Er zit ook psychische verkrampen. En dat merken we nu in de ziekenhuizen. Dus er is een andere stress. Laten we heel even kijken naar de toekomst. Want dat is natuurlijk iets belangrijks voor ons allemaal. Hoop doet leven. Hoe zie je de toekomst van het coronavirus voor je in Nederland?
Nou, ik was echt wel gespannen of het de farmaceutische industrie zou lukken om een vaccin te maken in zo'n korte tijd. Maar die berichten die zij nu uitzenden, dat er als je het vaccin inspuit, dat je meer dan 90% antistoffen maakt. En dat we moeten nog even die resultaten afwachten, maar zij zeggen dat ze denken dat het heel positief is. En dat ze de komende maanden al dat vaccin kunnen leveren. Ja, dat gaat ons echt helpen. Maar geloof je dat allemaal? Ja. Want er is ook veel... Want waarom zouden farmaceuten ons bedonderen? Met z'n allen zetten we onze schouders eronder. En we hebben ook echt die industrie nodig. Maar vaak zitten die grote farmaceuten, zitten kleinere bedrijfjes achter. Of universiteiten. Ja, dus we doen het ook gezamenlijk. Ja, en als dat zo is, ja, dan gaat het ons onze vrijheid teruggeven volgend jaar. Kunnen we naar Lowlands eind augustus 2021? Ja, absoluut. Het is belangrijk hè, voor mij, voor ja, alle drie okay. FM-luisteraars en kijkers. Dierik, ik doe deze. Ik had je graag geknuffeld. Ja, ook tuurlijk. Want je hebt een heel erg dat hoge knuffelgehalte. Ja, okay. Maar dankjewel dat je ons weer uitleg hebt gegeven. Graag gedaan. En laten we nog eventjes lekker teruglopen naar het ziekenhuis door het mooie park. Ja, mooi hè. Het is echt een mooie dag vandaag.